Water, water en nog eens water. Dat is wat Waterschap Hollandse Delta voornamelijk bezighoudt. Naast het pijlbeheer, stevige dijken en duinen, bewaking van de waterkwaliteit en het beheer van wegen buiten de bebouwde kom, houdt de organisatie zich bezig met de zuivering van afvalwater. Waterschap Hollandse Delta doet dit in 20 rioolwaterzuiveringen, kortweg RWZI genoemd. De hele dag door vervuilen we schoon water. Als we naar het toilet gaan, als we douchen, als we onze tanden poetsen en als we onze was doen. Per dag gebruiken we zo'n 125 liter water per persoon. Al dat vuile water gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar op deze locatie wordt het afvalwater gezuiverd van zo'n 500.000 Rotterdammers en bedrijven door Waterschap Hollandse Delta. De rioolwaterzuivering ligt tussen de woningen en is zo'n 3,5 hectare groot. Dat is gelijk aan 7 voetbalvelden. Terwijl het leven boven de grond gewoon doorgaat, moeten wij 11 meter onder de grond om de enige ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie van Nederland te kunnen bekijken. Hier komt elke dag 138 miljoen liter vuil water binnen. Behalve dat het bijzonder is dat de rioolwaterzuivering onder de grond ligt, is ook de benodigde tijd om het afvalwater te zuiveren veel korter dan bij andere installaties. Bij droog weer duurt het ongeveer 13 uur om het water schoon te maken. Bij regen is dit slechts 3,5 uur. Dit water wordt 3 à 4 keer zo snel gezuiverd als bij een conventionele installatie. We gaan een stuk terug in de tijd. 1977. Het moment dat er werd besloten dat er een aantal nieuwe RWZI's in Rotterdam moesten worden gebouwd. Een RWZI kun je niet midden in Rotterdam bouwen. De mogelijke locatie werd dan ten zuiden van Rotterdam. De kosten en overlast zouden dan erg hoog zijn, omdat de effluentleidingen dwars door Rotterdam gelegd moesten worden. Om kosten te besparen werd daarom in 1979 besloten een rioolwaterzuivering ondergronds te bouwen, op de plek van de 100 jaar oude dokhaven. Tijdens de bouw, die begint in 1983, worden geavanceerde technieken gebruikt, waardoor de locatie dokhaven compacter gebouwd kan worden dan andere zuiveringen. Zuiveringen met dezelfde capaciteit zijn normaal 4 keer zo groot. De zuivering wordt op 3 november 1987 geopend door de koningin. Vanaf dit moment is de eerste ondergrondse RWZI van Nederland een feit. En zuivert iedere dag het afvalwater van de Rotterdammers. Maar hoe werkt dit proces nou eigenlijk? De influentfide is de plek waar het vuile water binnenkomt. Vanaf daar stroomt het naar de roostergoedverwijdering. In de roostergoedverwijdering halen we grote materialen zoals wc-papier, haren en maandverband uit het afvalwater. En dat is 10.000 kilo per week. Al het afvalwater gaat door de machines heen. De machines bestaan uit perforatiebanden. Het afvalwater gaat door de gaatjes in de geperforeerde band. Het grove vuil blijft erop achter. Vervolgens wordt het vuil door de band te laten draaien naar boven gehaald en wordt er afgespoten met hoge druk en geborsteld. Het grove vuil komt vervolgens in deze machine hier terecht, wordt geperst en vervolgens valt het in een hopper en gaat het in een container en wordt afgevoerd en verbrand. Naast het grove materiaal wordt er met het afvalwater ook zand meegevoerd van de straten. Dit zand wordt verwijderd in de zandvangers. Dat gebeurt door eenzijdig te beluchten, dan kunnen de zware delen naar de bodem zakken. En uiteindelijk halen we die eruit met een zandwaterscheider, verwijderen we weer het zand eruit. Gaat in een container en wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie. Het water dat is ontdaan van het zand in de zandvangers gaat door naar de volgende stap in het proces. De eerste trap beluchtingstanks. In de beluchtingstanks worden organische stoffen en fosfaat verwijderd uit het afvalwater met behulp van chemicaliën en bacteriën. In de beluchtingstank beginnen de bacteriën met het afbraakproces van de stoffen, organische stoffen die af te breken zijn. De verblijftijd is hier minder dan een uur. En ongeveer 75% van het afval wat in het afvalwater zit, wordt hier al afgebroken. De hulpstoffen doseren we in deze tank, dat is ijzerchloride in dit geval. De ijzerchloride bindt zich aan de fosfaat die in het afvalwater zit en wordt dus opgenomen uit het water, want we moeten fosfaat verwijderen simultaan aan dit beluchtingsproces. Na het beluchten moet het gevormde slip en het gedeeltelijk gezuiverde water weer van elkaar gescheiden worden. Dit gebeurt in de tussenbezinktanks. De tanks waar het water doorheen gegaan is op dit moment is ongeveer 60 meter lang. Dat is de tijd die het water nodig heeft om de slip te laten bezinken. Het water wat hier over de rand gaat op dit moment is voor 75% gezuiverd en gaat hier vandaan naar de volgende trap en wordt het opnieuw behandeld met bacteriën.
Nou, en hier zien we een resultaat van wat er dus eigenlijk over de rand stroomt en wat dus 75% gezuiverd afvalwater is. Na de tussenbezinktanks gaat het afvalwater, dat dan al voor circa 75% gezuiverd is, naar de volgende behandeling, de tweede trap beluchting. Hier wordt vooral stikstof en het overgebleven vuil verwijderd. Hierna voldoet het afvalwater aan de vergunningseisen en kan het worden geloosd in de nieuwe Maas. En hieronder vindt eigenlijk het proces plaats van afbraak van ammoniumverbindingen in stikstof en nitraat. En uiteindelijk kan de stikstof hier ontwijken als gas. Na de tweede trapbeluchting gaat het afvalwater met daarin de bacteriën als slip ook weer naar een nabezinktank. Dit werkt hetzelfde als in de tussenbezinktanks. Het grootste deel van het slip wordt uit het water gehaald door kettingruimers. De balken zijn ervoor om het drijflaag wat er eventueel ontstaat af te ruimen aan het eind. En uiteindelijk het schone water gaat hier aan het eind van de tanks over de rand en is dan volledig gezuiverd. Het restant, inclusief de drijflaag, gaat weer naar Sluisjesdijk. Dit is Sluisjesdijk, de plek waar de twee slipstromen van Dokhaven worden verwerkt. De hoeveelheid en de samenstelling van het slip is in beide trappen van het zuiveringsproces verschillend. Daarom worden de twee slipstromen apart aangevoerd naar Sluisjesdijk en volgen ze in het begin ook ieder hun eigen route. Hier komt het afvalwater van Doekhaven binnen, dat is van de eerste trap. Dat is ongeveer 3.000 à 6.000 kuub per dag qua water wat hier binnenkomt. En dat water wordt hier eigenlijk verdeeld. Dat water gaat dan naar de voorindikker. De tweede slipstroom komt uit de nabezinktanks na de tweede trapbeluchting. Deze stroom is 300 tot 600 kubieke meter groot. Het slip wordt mechanisch ingedikt via een bandindikker. Het water dat vrijkomt bij beide routes wordt vervolgens terug naar de RWCT gepompt. Daar doorloopt het opnieuw het zuiveringsproces. Het ingedikte slip gaat naar de volgende stap in het proces, de slipgistingstanks. Het is de slipgistingstanks waar we hier staan. Nou, gas dat is eigenlijk biogas wat vrijkomt. Nou, in de gistingstanks worden alle organische materialen omgezet naar biogas. De slipgistingstank wordt opgewarmd tot een temperatuur van 33 graden tot 35 graden. Het slip verblijft hier ongeveer 40 dagen. Organisch materiaal wordt omgezet naar biogas. Nou, dat gas wordt dan verbrand en maken we elektriciteit en warmte. In totaal ontstaat er per jaar 4 miljoen kubieke meter gas. Hiermee wordt 8 miljoen kilowattuur energie opgewekt, die teruggaat naar het proces in Dokhaven en Sluisjesdijk. Elk jaar wordt er daardoor op Sluisjesdijk energie opgewekt dat gelijk staat aan de helft van het energieverbruik van Sluisjesdijk en Dokhaven tezamen. Het gas wat vrijkomt vanuit de gistingtanks wordt opgeslagen in de gashouder. Nou, dat gas komt hier naar de gasmotoren naartoe. Dat wordt verbrand. Dan maken we elektriciteit en warmte. Dus we voorzien ons in volledige energiebehoeften. En deze motoren leveren ook elektriciteit in geval bij stroomuitval. Dat noemen we eigenlijk noodstroombedrijf. Slip uit de gistingstanks wordt verder ontdaan van water via een centrifuge en gaat daarna naar een verbrandingsinstallatie. Het slipverwerkingsproces is nu afgerond. Maar wat gebeurt er met het water dat is vrijgekomen bij de ontwatering met de centrifuges? Voordat het water teruggaat naar Dokhaven wordt eerst stikstof eruit gehaald. Dit gebeurt in het Sharon-Anamox-proces. Nou, in het Sharon-proces wordt ammonium omgezet naar nitriet. Op die manier wordt op een goedkope manier stikstof uit het water verwijderd. Vervolgens gaat het ammonium en nitriet naar het Anamox-proces. En daar wordt het, zeg maar, door de bacterie in één keer omgezet naar stikstofgas. En dat vraagt ook heel weinig energie. In Rotterdam is dit proces voor het eerst toegepast. Wereldwijd wordt het nu veel meer gebruikt. Voor de specifieke samenstelling van het slipwater is de Anamox-technologie heel geschikt gebleken. De 25 waterschappen in Nederland werken samen om deze bruikbare grondstoffen uit het afvalwater terug te winnen voordat het water wordt geloosd. Deze gezamenlijke ambitie heet de Grondstoffenfabriek. Het werken aan innovatie en verduurzaming kost tijd, maar brengt voordelen op het gebied van milieu en zal in de toekomst ook financiële voordelen met zich meebrengen. Neem als voorbeeld de energiewinning uit slip op Sluisjesdijk. Deze energie wordt weer gebruikt om het afvalwater van de Rotterdammers schoon te maken. Alle processen op Dokhaven en Sluisjesdijk zijn computergestuurd. Deze gespecialiseerde medewerkers van Dokhaven controleren de werking van het proces. Omdat Dokhaven een ondergrondse zuivering is, zijn er vele extra veiligheidsvoorzieningen die je op een normale zuivering niet tegenkomt.
zoals de LEL-meters die explosieve gassen detecteren. Of bijvoorbeeld bescherming tegen een overstroming van rivierwater, want de zuivering ligt onder het waterniveau van de rivier. Het LEL-systeem bewaakt de installatie op low explosion level. Dat betekent dat als de gevaarlijke stoffen of gassen zich voordoen in het rioolwater, schakelt de installatie zich uit en brengt die in een veilige situatie. Dat hebben we ook voor overstroming, omdat die beneden waterspiegel ligt, de installatie. Dan schakelt hij zich ook uit en dan komen de operators hier naartoe om de installatie weer in een veilige en bedrijfssituatie te brengen. Ook dat bedoelen we aan alle eisen. Toch is Waterschap Hollandse Delta continu op zoek naar innovatie om processen nog schoner en duurzamer te maken. Op die manier kunnen we voortdurend voorop blijven lopen op het gebied van afvalwaterzuivering. En nu ga ik eens kijken hoe schoon dat afvalwater nou eigenlijk is. Het gezuiverde water wordt aan het eind van het proces met pompen in de Nieuwe Maas geloosd. Zo draagt Waterschap Hollandse Delta bij aan schoner en gezonder rivierwater.